16 is het een hele mooie. We staan uit een trekker. Een trekker met een vollader. En in deze keer. En de video review de details. We gaan eens even kijken naar de trekker zelf eerst. Het is dus een Klaas, maar wel een vrij compacte wat dat betreft. Dat staat hier op de zijkant beschreven, de Nectis serie. Ja, echt geschikt voor gemiddeld loonbedrijf, ja, misschien niet helemaal, daar is net te klein voor. Maar voor een akkerbouwer of gewoon op een veehouderijbedrijf, koeienbedrijf zeg maar, is die ideaal. Want je kunt bijvoorbeeld de voerwagen mee vullen, je kunt er makkelijk met een bakje mee grond scheppen, kuil afgraven. Want daar is die echt voor geschikt, hij is compact en wendbaar. Nou, kijken we naar wat details. Brude betekent dus ook in de schaal 1 op 16, lekker grof, maar wel prima details en ook functioneel. Ik was er net al eventjes mee bezig, dit is namelijk de voorlader. Die heeft een prima kliksysteem, waardoor die ook zo blijft staan. Dan zie je hetzelfde met de bak. Die moet even kijken hoe ik dat doe. Ja, komt die. Je hoort hem klikken, kantel ik hem zo door. Dus niet dat hij uit zijn eigen naar beneden valt, maar hij blijft gewoon echt mooi staan in de positie waar je hem zelf wil hebben. Dat is wel een keer merkt van Brude wat dat betreft. Gewoon mooi gedetailleerd. Zo klik ik naar beneden toe. En zo ben je dus in staat om die bak voorop weer vol te scheppen. Nou, je zag net al eventjes dat ik hier aan zat. Want dit is het dakluik. En door het dakluik kun je dus een stuurtje bevestigen. Wat hier achterop weer bijgeleverd is. Op die manier heb je dus een complete compacte trekker. Waarvan de voorlader zelfs nog af kan. Waardoor je het standaard frontgewicht vooraan kunt gaan bevestigen. Dat is even de trekker zelf. Kijken naar de aanhanger. Ja, rood en goud. Nee, valt wel mee. Het is gewoon eigenlijk een platte wagen. Dus ook met de schotten die je aan de zijkant open kunt maken. Dus gewoon een platte kar krijg. Met, klikken we even dicht, als extra de kipfunctie. En die kun je even doorzetten zo, klik. Waardoor die ook zo netjes blijft staan en niet gelijk weer terugvalt. Dus daar is ook weer goed over nagedacht de Brude wat dat betreft. Zo, klik je hem weer dicht. En eventueel kun je de steunpoot gebruiken die hieronder zit. En blijft hij netjes zelf staan. Dus complete speelcombinatie van Brude. Bestaande deze lambotrekker met een kipper. En eigenlijk gewoon een hele mooie combinatie. Je wilt beginnen met Brude speelgoed. Want hier kun je al heel veel mee doen. En zelfs uitbreiden. Want je kunt een pellet op laden. Je kunt hier een pelletdrager op zetten. En door de schot open te zetten kun je ze laden en weer meenemen. Eigenlijk dus een hele mooie speelcombinatie. Die je begint met Brude speelgoed. Wil je er meer van zien of gelijk bestellen? Dat kan via onze website. Klik ervoor op de link hiernaast in beeld.